Een vrouw die zou helemaal gestoord worden van al die schoenen. Die ik hier heb. Oh yeah. Zalando! Oh, ik doe Spleef. Oh yeah. Wat is eigenlijk beste schoenarmer? Gewoon diamonds, toch? Ja, maar tussen goud, chainmail en leather. Ja, dat weet nou. Tussen goud, chainmail en leather. Ja. Ik weet het niet. Volgens mij is, wat ik heb gehoord, is dat gold even goed is als diamond, alleen minder lang meegaat. Nou, dat klopt volgens mij niet. Nee? Nee, nou, volgens mij is het niet zo, ja. Nou, dan denk ik chainmail, gold, leather. Want het zou wel beter zijn dan leather. Anders heb je er niks aan. Nou, ik weet niet. Ik doe gewoon gold. Oh, dit ding zegt dat ik nog meedoe. Oh nee, dit ding zegt dat ik dood ben. Dank je. Wauw. Dit bord. Nou, Bas, ik... jij moet maar verder zonder mij. Maar jij hebt nu mijn items niet kunnen oppakken, of wel? Nee, er lag helemaal niks. Je was gewoon disconnected. What the fuck? Oh, chest. Dat is kut. Dan kom ik daar. Ik ben alleen wel bijna dood. Ik heb een half dingetje. Ach, drie vissen. Wat toeval. Wat een toeval. Echt wel. Oh, ik kan niet omhoog klimmen. Wat een ontoevallig toeval. Vissen geeft ook niet heel veel. Visjes. Nee, dat. Nou, ik vind nog steeds het meest afschuwelijke wat je kan hebben een golden apple. Dat is je golden apple vindt, maar doet maar twee hartjes. Maar dat gaat veranderen in de snapshot, of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Dus er komt wel een nieuwe golden apple. Ja, ik heb de Shapsnots gevolgd. Maar die oude golden apple is er nog steeds en dat is echt een scheid apple. Ja, gewoon twee hartjes heb je gewoon gezakt aan. Alleen de volgende golden apple, ik heb gekeken, daar krijg je volgens mij vier honger dingen er weer bij. En het beste, je krijgt heel veel protectiebonussen, zeg maar van die enchantments en zo, die krijg je dan maar bij. Volgens mij krijg je fire resistance, battle resistance of zo. Ja, zoiets. Dat soort dingen en health regeneration. Ja, dat alleen, soort dingen. Alleen die appels die kosten wel, weet je dat wel, weer 200 nog wat goud. Is dat zo? Zoveel? Ja, je moet 8 gouden blokken hebben. Oh, nou dat had ik weer net niet verwacht. Ik dacht gewoon een gold nugget of zo. Nee, dat is de oude appel nog steeds. De nieuwe appel die kost weer 8 blokken. Ja, nou oké, maar dan hebben ze ook wel een punt, want wat ga je anders met een gold doen? Aha. Waar is... Oh, ik zie een lever. Nou, dat kan alleen maar goede dingen betekenen, zo. Ik zie een ijzeren deur onder water. Oké. Okay. Sexy in the know it. Nou, Bas, ik moedig je aan. Plezier. We hebben geen jel, maar Bas ziet het wel. Hey! Oké. Okay. Ja. Wauw. Oh nee, we hebben geen jel, maar wij zijn wel IS Gaming NL, dus wij winnen wel. Yay! Wauw. Talent heet dat. Ja, echt wel. Rolf gaat het kijken op YouTube en what the fuck. Jawel. Yeah. Oh my god, jongens, ik ga jullie echt ik ga het wachtwoord veranderen ofzo. Ik weet zeker dat ze iets gaat doen. Hey, ik heb glowstone. Boom. Oh. Boom. Boom. Nou, je gaat wel winnen, hè? Ja hoor. De naam van Ice Gaming NL moet je even winnen. Ja hoor. Even terug naar je liever. Jodeli, jodeli, jodoto. Jullie lullie jullie hoehoe. Ik moet echt snel voedsel hebben. Ik heb iets van 3,5 hartje en 3 van die voedseldingetjes. What the fuck geil. Zijn. Geil. Geil. Echt wel. Geil, zeker wel. Maar en mijn water flipt helemaal en het gaat weer iemand dood. 7 players remaining. Oeh, Bas, je bent een van de top 7. Oeh yeah. Lekker bezig jongen, lekker bezig. Ow. Bezig. Heb je die nieuwe reclame gehoord van die vrouwen die dan zeggen, oh Hans of zo, heb je lekker met de auto gedeukt of zo? En dan zegt die andere, oh, zijn nou deuken? En dan zegt ja, lekker deuken. Oké, okay, en oh, what the fuck? Er is hier iemand, zo'n pompoenhoofd NPC. Nou, ik dacht dat je het over mijn verhaal had. Nee. Alleen, what the fuck, een pompoenhoofd NPC? Nee, dat is inderdaad veel raarder dan mijn verhaal. Echt, dat zou verboden moeten worden. Old man, I've been so long here. I survived the Hunger Games and I don't get spotted down here. Take my sword and survive, young man. Was een zwaard? Ik heb een zwaard gezien. What the fuck, dat was niet eens een zwaard. Lierpeuk! Oh, ik kan zijn armen op en neer doen.
waar. Dat is ook niet veel waarde. Een beetje voedsel en dat is het. Nou, beter dan niks, toch? Ja. Niet koesten. Oh, het is nacht. En mijn water doet heel erg raar. Oh, kut, ik zie twee players. Tantatan? Is het een tantatan moment? Ik heb iets gevonden daar en ik ga hier mijn weg voor ze mij zien. Maar zijn die ook aan het teamen? Hoeveel zijn het dan? Twee. Twee. Nou, Bas, rennen! Ja, goed idee. Ik heb een 2,5 hartje. Dank je, ik zit vol met goede ideeën. Nou, ik heb 2 ender pearls, dus als ik ze nodig heb, dan vlieg ik wel even weg. Wij blijven gewoon doorgaan tot we winnen een keer. En dat filmpje zetten we alleen op YouTube, dan lijken we gewoon goed. Ja, dan lijken we gewoon pro. Ja, terwijl we gewoon een hele dag bezig zijn geweest ofzo. Ja, zo doen we het bij ik ben de naam vergeten, van onze channel. Beetje ongemakkelijke toestand, Bas. Ja. Dit maakt het wel iets minder leuk om naar te luisteren, denk ik. Als je die spanning vasthoudt, want het enthousiasme was goed. En weet je, er zit nog wat je zei, of ben je dat ook al vergeten onderhand? Wat zei ik ook weer? Ja, dat wou ik ook, daar ben ik nu ook over aan denken. Ja. We zitten vol met goede ideeën bij Indie Schmush. Ja. Wij heten Indie Schmush of IS Gaming NL. Oh, en het is het best als je dat allebei doet. Dus Indie wanneer wij nu. Gaming NL. Ja, dus Indie Schmush, IS Gaming NL. Of Indie Schmush. Oh, geil. Creepers ook. Voedsel, een beetje voedsel. Creepers weten altijd hoe ze mijn dingen beter moeten maken. Ik heb echt 4 schoenen, 2 van die tunics, 5 schoenen zelfs. Hey. 2 van die tunics. 2 caps en 3 zwaarden. Oh yeah, Bas. Oh yeah, lekker bezig. Wat voor zwaarden? Hout. 3 hout. Ach joh, beter dan niks. Ja, oké. Okay. Maar ik heb toch liever. Oh! Creeper, weg jij. Die hierin kan. Bas, als je doodgaat nu, hè? Als je Ik denk dat de kans groot is dat ik doodgaat van de honger. Ja, maar Bas, als je denkt dat je doodgaat van de honger, als je daar al aan hebt toegegeven, dan ben je al een stap te ver. Ja? Ja, je moet weten dat je het zal overwinnen. Als je er zelf niet in gelooft, dan lukt het je ook niet. Mm-hmm. Leuk voor je. Nee, leuk voor ons. Als ja, oké. Okay. Hey, trouwens, ben jij een ITC queen? King? Nou. Als je app data doet, ik begin gewoon met een verhaal. App data, hoor je dan alleen punt Minecraft? Wat ouw? Wat ouw? Skelet, anderhalf hartje. No. Skelet, oh, skelet zijn evil. Ja, echt. Buiten de muur. Maar, als je app data krijgt, moet je dan alleen een dot Minecraft hartje krijgen of hoor je dan zijn hele lijst met allemaal dingen te krijgen? Een hele lijst. Oké. App data is niet alleen voor Minecraft. Oké. Nee, dat. Crap. Wat een lava meer en dan kun je overheen springen voor een kist. Nou, dat dacht ik niet. Doei. Doei. Bas kiest te makkelijk. Too lazy. Mm-hmm. Doei. Ach, ik heb 2 ender pearls natuurlijk. Ah. Oh, heb je die? Dat is ja, handig. Ik kan er gewoon overheen. Maar ik heb maar 1,5 hartje, dus als ik daartoe ga ik gewoon dood. Nou, je moet gewoon goed mikken op de grond. Ja, maar je krijgt sowieso, zeg maar, damage. Is dat zo sowieso? Oh, nice. Heel veel voedsel. Oh, je hebt het gedaan. Nee, ik heb ergens verderop was nog meer licht met het spul. Daar is heel veel voedsel. Yeah, voedsel. En dan kan je nu waarschijnlijk als je voedsel hebt restart, kan je die andere chest gaan pakken. Ja, ik hoop het. Even leven erbij laten komen. Ja. Ik weet eigenlijk niet hoe dat ding werkt. Precies. Ik gooi me gewoon tegen de kist aan. Ik ga waarschijnlijk dood omdat ik geen eten heb. Dat is kut. Ach joh, okay. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Ik come for you, back. En ik ging dood in het vuur. Oh, je bent dood? Ja. Bas, no, ik wil een knuffel, Bas. Ik ben nog steeds aan het afvikken om een of andere. Ik zie het. Het water. Ziet er heel pijnlijk uit. Ziet er heel pijnlijk uit, Bas. Dat is best wel een slechte dood eigenlijk. Mag ik met je zwemmen? Doe maar. Yay, maar jij bent er al uit. Maar ik ga even drinken om dood te gaan. Doe maar even. Gaan we nog wat doen of? Ja, we gaan nog één doen. Wat is dat?
Wat moet dat voorstellen daar? Een naakte man waarschijnlijk ofzo. Nee. Oh, voor de grap een keer een naakte vrouw, wat leuker is. Ik bedoel nog geen persoon. Oh. Een of ander bouwwerk. Van pistons, obsidian, wall, lightstone. Het gaat ook nooit over personen. Nee, sorry. Nee, maar ik weet dat je graag naakte mannen wil zien, maar sorry. Naakte personen, Bas. Personen. Personen, mag ook. Wat jij wil. Weet je hoe vies het zou zijn als ik alleen naakte mannen wou zien? Ja, dat is tegenwoordig geaccepteerd, hè? Ja, nou, het zit niet meer in je basispakket. Oh, voor genezingen. Ik vond het zo hilarisch dat er überhaupt de homogenezingen, dat het überhaupt in het verzekeringspakket zat. Homogenezingen? Ja, als je homo bent en je wil vanaf komen, dan kan je in therapie tegen het homo zijn. Bestaat dat? Dat bestaat, dat vind ik al slecht. Maar ik bedoel, oké. De mensen zijn raar, dus oké, dat vertrouw ik nog. Alleen, ze waren zo gek genoeg. Dat zat in jouw verzekeringspakket. Oh, dus als ik verzekering heb, kan ik dat gewoon doen? Ja, je kan, nou, maar dat zit gewoon, ik weet niet hoe dat heet, alleen, je kan gewoon, dat zit erin. Je hebt gewoon met verzekering, je mag van de gezondheidsverzekering of zo, ben je gewoon een dude die, oh, hier staat starting trouwens, nummer 3, kom erin. Oké. Okay. Wat is dit voor madness? Dit is weer een nieuwe map. Dit is IS Gaming! We zijn gelijk begonnen. Oké, beginnen. Ik weet niet meer. Oh, gel. Ik weet niet meer waar mijn verhaal over ging, dus ik laat het maar gewoon zitten. Over homotherapieën in de verzekering. Oh ja, maar die is er dus uitgehaald. Dat is het nieuws van een tijdje geleden. Ik heb een. Waar ben je heen gerend? Ik ben hier naar voren. Een helm. Laten we gaan. Oh, denk ik heb een helm. Naar achter Hulk. Achter de Hulk aan, achter de Hulk aan. Ja, en de Hulk ook. Alleen de Hulk is hierboven. Oh, smap hem er gewoon vanaf. Doei, Hulk. Wie sloeg mij nou weer dood dan? Ben je dood? King Walnut sloeg mij dood. Oh, ja, mij ook. Oh, hij heeft een iron sword. Hoe komt hij daar nou aan? Weet ik veel, die heeft van zeggen gevonden. Hé, hey, je bad is 2 keer groter geworden. 2 keer zo groot. Yes, nu kan ik erin liggen. Oh wow. Yeah. Er is alleen geen bed. Oude mannenstijl, oh yeah. Wauw. Maar okay. Over die homotherapie, is dan ook een heterotherapie? Nou, dat weet ik dus niet. Ik ga ervan wel. En hoe heet dat ook alweer? God, ik ben de naam vergeten van hoe je... Als je bij biseksueel therapie. Ja, dat. Bestaat dat ook? Nou, ik denk biseksueel. Als je erover nadenkt, is biseksueel het enige dat eigenlijk acceptabel moet zijn, toch? Of niet? Nou, ik weet niet. Want dan discrimineer je niemand. Nee, oké. Alleen, daar hebben we nu niet over. Nee, volgens mij is alleen homo het. En ik heb ook nog nooit iets gehoord over lesbietherapie, alleen dat is wel gewoon... Zelf eigenlijk. Ja, nee, maar ik vind het heel... echt wel iets grappigs. Mensen zeggen altijd van, oh, je bent lesbien en zo. En ik zeg, nee, je bent gewoon homo. Want alleen lesbien is gewoon een roepnaam geworden. Alleen, ja. Het is homo, want je bent homoseksueel. Ja. Homo is gewoon daar een afkorting voor. Maar je bent ook homo sapien. Goed punt. Maar vrouwen zijn ook homo sapiens, dus ze kan het nog steeds. Ja. Hey. Ja. Wat is dit, een kerk of zo? In game. Gewoon in die game waar we net in zaten, iedereen is al gewoon dood, behalve 3. Wauw. Wat doe jij in die bomen? Dat vind ik ook geil. Springen. Pam, pam, pam. Kunnen we er alweer in? Er staat trouwens een boom. Oh, only, Arena 3 is waarschijnlijk gewoon zo'n hele snelle. Kijk eens wat een camouflage heeft deze kerel. Oei. Hij valt niet eens op als je naar de boom kijkt. Als je van onder zo kijkt, zo. Ja. Dan niet. Dan loop je zo. Ta-ta-ta-ta-ta, en dan heb je ineens door dat hij er staat. Hij kan zomaar meedoen met de Hunger Games en niemand ziet hem. Ja, nee, ik heb. Het beste is echt nog. Ik heb een keer een kerel gezien. En die stond gewoon zo voor een voor zo'n bosje. En ik liep er langs. En in één keer zegt Rolf, die kijkt om en die zegt, hey, was er nou net iemand? En die draait zich om, wat vermoord. Nou, oké, ik denk dat is wel heel raar. En alleen hij nam het op in de derde dimensie. Ja. Hij heeft het niet meer op YouTube staan, volgens mij. Hij heeft het niet überhaupt, want het was een lelijk filmpje, want ik ging de hele tijd dood en ik ging de hele tijd huilen en zo. Zo schandelijk. Oh. Alleen, dus dat hebben we niet meer. Alleen, Ja. Toen zag je dus serieus dat die kerel...
Die zag je gewoon niet. Dus ja, je zag hem, als je erop lette, zag je hem. Alleen hij was gewoon dezelfde kleur als dat struikje. En hij was gewoon precies zo gaan staan dat je hem niet kon zien. Uh-huh. En ik heb ook een keer in de Hunger Games gezien dat, zeg maar, dat je helemaal grijs bent. Helemaal bruinachtig. Game begint volgens mij. Ja? Ja, de derde weer. Maar de derde zijn heel snel altijd. Dat je helemaal bruin bent en dan alleen je hoofd van gras is, zeg maar, weet je wel. Oh, ja. Dat je dan zo in de grond een kuil graaft en dan ga je daar zo in staan. En dan lijkt het alsof het gewoon ding is. Alleen dat is zo grappig, want dan loopt er iemand overheen en die denkt gewoon, daar kan ik lopen. En die flikkert er naar beneden en dan kan je hem helemaal doodmaken. Wow. Heel cool. Dat is wel chill, ja. Dat is allemaal handige tactieken. Ik hoor je in een keer heel zacht, maar dat... Dat zal wel aan jou liggen. Oh nee, nu ben je weer. Hoi Bas, ik heb je gemist, jongen. Wauw. Ik had ook een filmpje op YouTube gezien van iemand die zo gecamoufleerd tegen een struik stond. Ja? Ja, maar dat was echt geacteerd, zeg maar. Ah, oké. Okay. In Minecraft geacteerd. Ja, ja. Oh, maar dit is weer de survival game waar iedereen dood gaat binnen 2 seconden. Ah, dus ja. Laten we er gewoon het leuks van maken. Ja, joh. Ja, joh, waarom niet? Go! Oh, we kunnen. Ah, ik ga dood. Ah, ik ga dood. Ah! Ben je dood? Nee, ik ren. Vlucht voor mijn leven. Ik ren ook. Ik vlucht naar boven. Der Hulk is alweer boven daar. Er zijn alle mensen dood en ik ren gewoon rondjes. Ik ren boven rondjes. Ik ren zeker ook rondjes. Oh, dat is water hier. Klim, aanval. Klim, aanval. Dus één weg omhoog, ja. Oh, dat is niet cool. Blijf daar. Oké, golden boots. Hoe de fuck zou je daar boven moeten komen? Auw. Ik blijf pijn. Ah! Ah! Zit er nog iets in hier? Nee. Pool to activate the survival games, deed ik al. Oh mijn hemel, hallo, mag ik eruit, dankjewel, doei! Ah! Ik zie vlucht! Je. Ik zag jou. Geel! Waar ben ik? Is er iemand? Ah, iemand! Auw, ik leid pijn. Bas! Ah! Oh, hier is main vibe, bla 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 bla. Oké, okay, interessant. Doei. Ah, ik ben niet. Ik loop verkeerde kant op. Leef. Klim. Ik ga dood. Zeg jij? Ik ben dood. Hij heeft me gewoon in de stick gezet. Ik sta hierboven een beetje te campen in de hoop dat niemand me ooit zal vinden. Hij had gewoon een iron sword en gouden gloedjes. Nee, jij blijft daar. Jij blijft daar beneden. Van de rotmap. Hé, hey, hier is trouwens ook iemand met gras op zijn hoofd. Alleen, dat ziet er best wel grappig uit. Hij heeft ook kan je een mondje. En grasschoentjes. En gras op zijn schouders. Dat is chill. Ik ben helemaal met die Finesman. Oh, er zijn nog 2 mensen over en ik ben er 1 van. En die andere is helemaal volle armor, staat die daar beneden. Nee, hij zoekt naar mij. Alleen ik ben helemaal met de ropes mee omhoog geklommen om hier te schuilen. Wauw. En er is 1 manier hoe je hier kan komen en dat is met de ropes naar boven klimmen. En als hij omhoog klimt, dan probeer ik hem eraf te slaan. Maak ze kapot. Kan hij niet omhoog komen? Nee, dat kan ik niet, want ik kan niks kapot maken. Oh, ja, dat is kut. Ik zie hem. Oh fuck, als hij nou bol heeft, dan ben ik screwed. Kan ik spectaten? Oh, ik kan spectaten. Kan je mij spectaten, ja? Ja, ik kan ik zie die kerel aankomen, ben jij? Ik zit hier boven, helemaal boven in de map zitten. Hallo Nix, 1 en 2. Volgens mij heeft hij je gezien. Hi, hallo. Kom je naar boven? Prepare to die. Oh, dat klinkt geel. Kan ik hem slaan? Nee, maar ik wel. Oh, ik kan een critical hits geven. Maar hij merkt er helemaal geen drol van.